Hoi, ik ben Ole. En met Nelson aan de knoppen is dit vanuit Villa de Bank in Enschede Art Safari. In Art Safari banen we ons door middel van een diepte-interview een weg door de hedendaagse cultuursector. Dit keer doen we dat met Dave Borghuis, ook genaamd Op de Borg. Dave is al van jongs af aan aan het coderen en is medeoprichter van de hackerspace Chuckerlab. Daarnaast heeft hij een sterke mening over privacy en het belang van het behoud van keuzevrijheid. Ja. Dave Borghuis. Ja, Borghuis, ook genaamd Op de Borg. Dat is de volledige naam. Aha. Officieel. Aha. Echt waar? Aha. Heb je daar bewijs van bij je? Ja, ja. Ja, echt waar? Doe straks even, ja. Oké, wacht even. Je hebt je naam aangepast. Nou ja, of ik heb niet altijd zin om drie keer mijn naam te herhalen. Nee. Dus ik stop meestal bij Borghuis. En ja. Bij officiële documenten zoals rijbewijzen en diploma's en dat soort dingen. Ja, wil ik nog wel eens de moeite doen om wel mijn volledige naam op te geven. Maar dat is echt vanaf geboorte. Ja. Wauw. Dat is ja, excuse my French, maar Borg doet mij denken aan Star Trek. Ja, de Borg. Ja. Dus, ik ga je straks assimileren. Precies. Al je kennis over. Ja. Dus voor de mensen die dat niet kennen, dat is een ras in Star Trek wat dan... Ja, die alles overneemt op een kwaaie manier, zodat je zelf... Ja, je wordt weer onderdeel van een soort van hive mind. Ja, precies. Dus ik dacht, Op den Borg, dat soort van weer een link naar... Nee, dus niet een nickname of zo. Okay, ik heb ook al een nickname, dat is Zeno Forever. En dat is ooit begonnen met Zeno... En ja, op een gegeven moment waren meer mensen die Zeno gebruikten, dus heb ik het forever achtergeplakt. Maar wat is Zeno? Zeno is filosoof in Grieken. En ik heb die naam toen gekozen omdat het... ik heb een boek waar allerlei namen in stonden. Er stond ook Zeno schilder die het eerst voor het met licht gebruikte. En ja, dat sprak me wel aan, zeg maar. Dus ja, daarom heb ik die naam gekozen toen de tijd. Oh, tof. Dat is heel lang geleden. Ja, dan heb je het echt over... Dan was ik. Misschien 15 jaar of zo dat ik dat voor de eerst gebruikte. Maar dat was het toen het internet een beetje op aan het komen was en zo. Ja, dus sports. Ik was daar best wel snel vroeg bij, zeg maar. Dus eigenlijk voor internet zelf had je... Ja, opa spreekt. had je Fidonet en had je ook al dat je berichtjes kon heen en weer sturen en dat soort dingen. Je had bulletin boards. Daar gebruik je meestal ook een alias of nickname. Toen was ik daar al mee bezig en toen heb ik die naam bedacht. Ja, maar dat is bulletin boards, dan moest je echt op inbellen, toch? Ja, dat dan krijg je eerst zo'n riedeltje van fluitjes en die modus gaan dan met elkaar babbelen van wat kun jij en wat kan ik. En dan gaan ze onderin de snelste snelheid kiezen. Oké, ik ben überhaupt heel benieuwd om wat je me allemaal kan leren vandaag. waar wil je het over hebben? Nou ja, je bent initiatiefnemer voor een deel van Chuckerlab. Ja. Ook dus het FabLab komt erbij kijken. Of dat... De FabLab heb ik gewerkt, daar ben ik geen initiatiefnemer van. Ik heb wel de Code Dojo opgericht in Enschede. Dus dat is een club voor 7 tot 17-jarigen om te leren programmeren. Ja. En die is nog steeds de eerste zaterdag van de maand bij de Biep. En voor de rest ben ik actief in de hackerscene community, om zo maar te zeggen. Ja, en de Twentspace? Twentspace, dat is mijn eigen bedrijf. Ja, En dat is meer advisering aan bedrijven die Makespace willen oprichten. Of dat is mijn eigen Makespace. Dus ik heb daar 3D print servers. En ik had een lasercutter, die stond bij Robson in het gebouw. Uiteindelijk waren er daar niet genoeg mensen voor. Dus heb ik de ruimte opgedoekt en die laserkutten verkocht. Ja. Die dingen zijn echt heel erg duur. Valt nog wel mee. Dus ik kon ligt eraan wat je duur vindt. Ja, deze kon ik voor iets van €3000 op de kop tikken. Zo. Dat is niet duur voor een lasercutter. Nee, voor wat je kreeg viel er wel mee, maar het was wel Chinese kwaliteit, zeg maar. Dus vervolgens heb ik wel allerlei dingen geüpgraded en toen was die pas echt goed bruikbaar. Maar dat zijn best wel veel verschillende dingen, maar wel allemaal gecentreerd op een beetje de tech kant. Ja, de creatieve tech. Gewoon interessant. Ja.
En ook al kan ik niet alles. Ik ben altijd wel geïnteresseerd van ja, hoe werkt het dan? En ja, wat zijn de mogelijkheden of onmogelijkheden van een bepaalde techniek? Ja, want dat heb je dat, ja, je hebt dat al vanaf jonge leeftijd. Mm-hmm. Dus je bent ooit begonnen met coderen rond je 13e was het? 12e, ja. Maar dat is echt wel een ander soort coderen dan dat we dat nu doen, ja, toch? Dus vroeger had je van die huiscomputers en meestal zat je op die huiscomputers ook een basic dialect waar je dan in kon programmeren. Dus heb je het over dingen als Commodore en Amiga? Ja, dus mijn echte computer was Commodore 64. Ja. En daarvoor had ik nog wel een spelletjescomputer, maar ik kon alleen spelletjes spelen, dus was wat minder interessant. Maar op die Commodore 64 heb ik leren programmeren in BASIC. Ja. En ja, toen zaten er ook gewoon boeken bij van, ja, zo werkt het en zo kun je dingen doen. En ja, tegenwoordig als jij überhaupt een papiertje ergens bij krijgt, mag je al blij zijn, zeg maar. Ja, en vroeger was dat wel heel erg anders. Ja, dan kom je al een beetje in de buurt van het right to repair-achtige hoek of right to adjust. Ja, maar dat is modify. Vind ik wel een andere tak van sport eigenlijk dan. Okay. Dus dit is meer van dat informatie beschikbaar moet zijn en zo. Kijk, en vroeger had je natuurlijk geen internet, dus ja, dan moest je een boekje meeleveren op papier om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en tegenwoordig kun je bijna alles wel op internet vinden of een YouTube-tutorial vinden, dat soort dingen. Ja, dat is echt bizar. Om nu iets nieuws te leren, ja, zo altijd wel even een idioot die dat wel uitlegt, zeg maar. Maar dus toen moest je dat eigenlijk allemaal zelf op gaan zoeken. Ja, of naar de bieb en informatie precies. Halen. En ja, ik heb vroeger in Oldenzaal ook de Akko opgericht samen met een vriend van mij. Wat is de Akko? Dus dat was de Amiga Club. Nee, ik weet het niet eens niet meer. In ieder geval, daar werden backups gemaakt van software en kon je van elkaar leren. En daar waren zowel Commodore 64 aanwezig als Amiga's. En hadden we ook bakken waar je dan een diskette kon lenen om een backup van te maken. Ah, dus in feite was het gewoon shareware van de ware die eigenlijk niet geshared moest worden. Andere tijden, dus toen kon je nog geregeld. Toen was iedereen piraat. Ja. Ja, je kon prima dingen kopiëren zonder dat je last van kreeg. En een paar jaar later, ja, toen kwamen ze wel af en toe politieagenten binnen bij dat soort plekjes. En dat je ziet ook wel dat daarna een aantal mensen gestopt zijn omdat ze gewoon het risico te hoog vonden. Echt waar? Dus dat wist ik niet, dat zo... Ja. Oké, wacht even. Je hebt een club, jonge jongens, die delen spelletjes met elkaar. En dan komt de politie een inval doen, alsof je bijna een soort van zendpiraat-achtige... Ja, ik weet één vooral, dat was volgens mij bij een copyparty, dus zo'n clubje, maar dan in het groot, waar ook allerlei competities werd gehouden. En er was een Franse uitgever of iets dergelijks, en die had een spel uitgebracht, en de spel werd dan ook op die copyparty verspreid. Dus die heeft de politieagenten daar naartoe gestuurd voor dat ene spel. Maar ja, dat wisten de mensen niet die daar waren. Dus ja, iedereen raakte in paniek en die gingen als een idioot weg, zeg maar. Maar dat is wel weer begin van het einde geweest van die periode, om zo maar te zeggen. Maar hoe zou je zo'n periode omschrijven als je er een term aan moet geven? Want dit is de eerste keer dat ik hierover hoor. Ik zou niet weten waar ik naar zou moeten zoeken om er meer informatie over te vinden. Je hebt tegenwoordig wel de demo's zien. Ja. Als jij een spelletje had gekraakt, zeg maar, wat je dan meestal deed is dat je een heel klein programmaatje ervoor zette. Dus zeg van, ik als groep, bla bla bla, ik heb dit gehackt. Dus dan heb je meestal een naam als groep zijnde. Ja. En dan groeten aan allerlei andere clubjes. En dat is steeds verder geëvalueerd en uiteindelijk zijn er complete bijna spelfilms uitgekomen die dan met de computer realtime allemaal berekend werd en getoond werd. Wow. En de demo scene bestaat vandaag de dag nog steeds. Maar dat is dat een andere groep of is het vergelijkbaar met Pirate Bay en dat zit je wel een beetje in hetzelfde hoekje, zeg maar. Want ook daar, dat is waar ik dan op... Ja, ik ben dan met LimeWire en dat soort dingen opgegroeid. Ze dus gingen 3 dagen wachten tot je een clip van Eminem had gedownload. dan was het niet de clip van Eminem. Ja. Maar wat is Bill Clinton die dan meestal iets over Monica Lewinsky te vertellen had? Reclame. Okay. Maar nu is het... Dus ik kan bijna... Als ik 10 jaar geleden terugdenk,
Het was helemaal niet zo normaal dat je naar YouTube ging en even de tutorial vond van het ding waar je mee ging werken. Dus als ik heel snel bij mij de historie doorga, je begon met floppies. Nou, die moest je dan echt fysiek kopiëren. Ja. En die werd dan via de post heen en weer gestuurd. En op die manier kreeg je dan nieuwe software binnen. Ja, vervolgens had je BBS'en. Dus kon je ergens inbellen met de modem en dan de gegevens downloaden. En de modem werd steeds sneller, zodat je steeds korter online was. Ja, daar zit een heel scene omheen. En vervolgens krijg je daar internet en dan begin je inderdaad met LimeWare en dat soort technieken. Wat was voor jou dan, wanneer je met 12 dan begin met coderen, wat was voor jou dat interessant was om daarmee bezig te gaan? Wat trok je daaraan? Ja, goede vraag. toch de techniek zelf, zeg maar. Gewoon geïnteresseerd en wilde weten hoe het werkt en daar iets leuks mee doen. Maar was je ook zo iemand die dan op zijn 15-jarige leeftijd de broodroos uit elkaar sloopt om te kijken hoe dat werkte? Ik heb wel de nodige apparatuur toen de tijd uit elkaar gehaald. En weer in elkaar gezet en schroefjes overgehouden. Dat is ook schijnbaar de standaard. Maar ik ben niet echt de elektronica hoek ingegaan, zeg maar. Dus ik ben wel altijd een beetje aan de softwarekant gebleven. Ja. Omdat, dat trekt me gewoon iets meer en dan heb ik iets meer zekerheid. En met elektronica, als ik daarmee ga werken, ik doe wel eens wat dingetjes met Arduino. Maar als ik dan zelf de elektriciteit van stroom moet voorzien, ben ik altijd bang van dat er rook uitkomt. Ja. En dat is eenmalig. Ja, maar goed, als je het één keer mee hebt gemaakt, dan kan ik wel begrijpen dat er lichte trauma's. Ja, dus dat is altijd zonder geld, vind ik dan. Maar met coderen heb je dat risico minder dan? Als jij programmeert en je maakt een typfout of zo, dan geeft de omgeving wel aan van, dat snap ik niet. Ja. Dus kun je gaan zoeken van, oké, dan zit hier waarschijnlijk de fout. En dan heb je de fout meestal redelijk gevonden. Maar je kan met programmeren natuurlijk ook wel echt malicious dingen uitvoeren. Maar dat kan. Zo makkelijk als een typfout is het niet. Nee, maar als je met software hardware kapot wil maken, moet je toch wel echt je best doen. Okay. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Er zijn best wel manieren om dat te doen, zeg maar. Maar dat de kans dat je per ongeluk iets kapot maakt, laat het zo zeggen, is aanzienlijk kleiner. Je komt dan al snel met het programmeren en zo. En voornamelijk het vroege internet. En je hebt het over copyparties gehad. Ja. Dat soort dingen. Beetje in die hackersfeer. Ik moet dan gelijk denken aan de VHS reclame. Van je download geen auto. Ja. Dat soort dingen. Maar tegenwoordig wel. Tegenwoordig wel. Tijden veranderen natuurlijk. Ja, zeker. Maar ik denk dat jij wel de juiste persoon bent om dat te vragen. En je doet dat ook, je bent ook bezig met het hackerspace in Enschede. Mm-hmm. Maar wat is dat dan precies, een hacker? In mijn optiek, een hacker is iemand die creatief is met techniek. Punt. En zoals het in de media gebruikt wordt, is een hacker die illegaal inbreekt op computers. Maar ik noem dat geen hacker, maar dat is gewoon een crimineel. Ja. Die doet iets wat niet mag. En dat hij toevallig een computer gebruikt, zwa. En je gaat iemand die via een autoweg inbreekt, zeg maar, via de autoweg daar naartoe gaat. Jij noemt ook geen snelweg inbreken of snelweg hacker of weet ik veel wat. Dus ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat allemaal hacker genoemd wordt. En in ieder geval binnen de hackerspaces en de hackers die dan meer met techniek bezig zijn, is dat soms wel eens een puntje van irritatie van dat bij het grote publiek. Hackers toch meestal een negatieve klank heeft, terwijl dat eigenlijk niet is. Een hacker is gewoon iemand die techniek wil uitzoeken en daarmee bezig wil zijn. En meestal ook goede bedoelingen heeft. Of als die wat tegenkomt, dat hij dat meldt van bijvoorbeeld als iemand een foutje vindt bij de bank, dat hij dat ook bij de bank meldt van als het dit en dit en dit doet, dan kom ik op een plek terecht waar ik niet thuis hoor. Ja, oké, op die manier. En dan heb je toch over ethische hackers. Ja, dan kom je een beetje dat white hack, black hat hack. Ja, ja precies, ja. Dat is een beetje meer de security kant, zeg maar. En dat is ook wel belangrijk, maar dat is niet waar een hackerspace voor staat. En waar staat een hackerspace dan precies voor? Eigen club voor nerds die leuke dingen wilde doen. Het is eigenlijk gewoon één grote mancave wat dat betreft. Ja, super. Met MV, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat moet tegenwoordig inderdaad. Ja, ja, ja. Maar jullie zijn dat in 2011 zijn jullie begonnen met Tucker Lab.
met eerst heel veel klinkers en dan een, ja, weggegooid. Of medeklinkers. Ik haal ze altijd door elkaar. Ja. Medeklinkers, toch? Ja. En dan lab. Maar ja. Hoe zijn we opgekomen om daarmee te beginnen? Want er zijn wel meer van dat soort locaties in Nederland, toch? Jawel, maar die zijn allemaal misschien een jaartje eerder begonnen, zeg maar. Oké. Okay. En de aanleiding in Nederland was volgens mij Sjaak Kamp, 2017, klopt dat? Nee, dat is al laatst, dus dat is dat ervoor. Dus één keer in de vier jaar is een zomerkamp in Nederland. En die wordt ook door ja, eigenlijk een redelijk vast groepje bekennen georganiseerd. Ja, en een van die zomerkampen is ook een lezing geweest van ja, hoe start je een hackerspace op en wat zijn de ja, design rules, noemen ze dat dan. En daarna is eigenlijk een beetje explosie plaatsgevonden van alle hackerspaces in Nederland. En in 2010 heb ik dus naar een zomerkamp geweest waar ook een hackerspace stond en een FabLab truc. En ja, dan was eigenlijk van, oh cool, leuk, dat lijkt me wel wat. Ja, zoiets bestaat nog niet in Enschede of ja, hier in de omstreek. Ja, kun je twee dingen doen. Je kunt wachten tot iemand anders staat. Ja, of zelf beginnen. Dus ja, ja ben ik maar zo gek geweest om er zelf op te starten. Maar hoe begon je daar dan mee? Wat zijn de criteria dan? Want je gaf aan van er zijn een paar. Als jij morgen een hackerspace wil beginnen, dan kan dat. Ja. En een hackerspace is ook niet een heel vast begrip, zeg maar. Dus ja, de ene hackerspace is wat meer creatief of meer gericht op bepaalde ambachten of dat soort dingen. Terwijl de andere alleen maar puur elektronica dingen doet. Zeg maar. Ja, en alles wat er tussenin zit. Nee, omdat je aangaf van dus bij de lezing op het zomerkamp werden een paar principes aangegeven van wat dat ja, ongeveer. Ja, dus er zijn wel een gemeenschappelijke achtergrond. Dus open source is belangrijk. Ja. Right to repair noemde je al net een beetje. Ja, hoe je met copyright omgaat is wel een iets. Ja, ik vind privacy belangrijk, dus dat vind ik al leuk item om over te babbelen. Mm-hmm. En dat deelde al die hackerspaces wel. Ja, ja, maar dat open source is het, dan denk ik gelijk aan Linux. En toch? Linux? Linux, ja. Ja, ja, dus ja, ja, ja. Een beetje de software kant. Ja, ja. Terwijl, ja, ik vind het dingen als Arduino ook super tof. Hoe snel je iets in elkaar kan zetten. Mm-hmm. Puur door gewoon ja, online te googlen en dan vind je het een en ander. En dan, nou, dan zet je het in elkaar. Ja. En dat is een enorme... ik heb wel het idee dat we een soort van gouden eeuw zitten van de toegang tot kennis. Ja. Dus je logt op het internet en je kan alles vinden waar je een beetje naar op zoek bent. Ja. Of het goed of slecht is, dat is open to discussion. Maar... Want je gaf net aan inderdaad dat je het interessant vindt om te hebben over privacy. Misschien moeten we het gewoon ook over privacy hebben. Want voor mij ben je ook wel de juiste persoon om daar het een en ander over te zeggen. Mm-hmm. Dus je bent sterk geopinieerd daarin. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. ik denk dat het beter is om even terug te gaan naar het punt van de piraten. Even bij het begin te beginnen. Omdat ik denk dat er een hele mooie... Ja, ja precies. Ja? Okay. Je hebt het over de copy parties en dat soort dingen. Mm-hmm. Later dan. Dus ik ben opgegroeid in de tijd van LimeWire en dat soort dingen. Ik denk dat de generatie na mij hoofdzakelijk de Pirate Bay hebben gekend. Ja. Dit is natuurlijk ook binnen de politiek een hele stroming van dingen zoals de Piratenpartij. Mm-hmm. Die zich met dat soort dingen toch ook een soort van de vrijheid van de burger binnen de techno-sfeer bezighoudt. Jij hebt ook op de lijst gestaan, toch? Twee keer zelfs. Ja. Voor de Tweede Kamer. Ja. Voor de Piratenpartij in Nederland. Ja. Ja. Dan moet ik heel eerlijk toegeven dat ik geen idee heb wat de Piratenpartij precies inhoudt. Behalve dat ik dan meteen aan de Pirate Bay moet denken. Ja. Historisch gezien zit daar een link tussen. Oké, echt waar. Dus dat is niet zo erg slecht. Yes. maar ja, die link is wel weer een beetje losgelaten wat dat betreft. Maar de Piratenpartij aan zich, zeg maar, die bestaat voor vrijheden op internet. De patenten willen ze reformen. Privacy is een belangrijk onderdeel. Wat voor manier willen ze patenten reformen? Als jij nou een patent aanvraagt, dan krijg je een patent voor 20 jaar. Ja. Dat is vrij lang in deze tijd. Vooral als je in de ICT iets bedenkt of software dingen bedenkt. Ja, dan is 20 jaar een eeuwigheid in die wereld, om zo maar te zeggen. Dus ja, misschien moet dat teruggebracht worden naar 5 of misschien 10 jaar. Een beetje afhankelijk van hoe fysiek het is.
En patenten kun je gewoon aanvragen en vervolgens hoef je niks te doen. Totdat iemand anders voorbij komt die hetzelfde idee heeft. Ja. Ja, en die kun je dan met patenten om de oren slaan. Dus ja, ik vind ook... Tenminste, ik krijg een beetje het idee soms dat patent... dat partijen zijn die gewoon allerlei patenten maar inschieten, zeg maar. Zo van, ja, ik heb ideeën, maar ik heb nog geen idee wanneer of wat ik ermee ga doen. Maar ik vraag wel vast patent aan. En dat ze dan later gaan bekijken van, ja, hoe doen we het dan in godsnaam? Ja, ja, precies. En patent oorspronkelijk is bedoeld zodat de uitvinder die iets bedacht heeft, tijd krijgt om zijn investering in tijd weer terug te verdienen, zeg maar. Ja, dus eigenlijk het grote probleem daarin is dat mensen een idee hebben en dat dan gewoon soort vastleggen, zodat niemand anders wat met idee kunnen, maar verder niks met idee gaan doen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van... Kijk, met een patent documenteer je ook netjes van ja, wat je dan uitgevonden hebt. Ja. Dus dat geef je dan weer terug aan de samenleving. Dus daar zit wel weer voor en daar zit wel een afweging in. Maar vandaag de dag, ja, heel vaak wordt een patent ingediend zo van, ja, we hebben een los idee en we formuleren het heel breed. En vervolgens als een andere fabrikant een beetje in de buurt komt, dan, ja, dan kunnen we die aanklagen en dan kunnen we op die manier ons beschermen, zeg maar. Ja, ja, ik ken inderdaad wel partijen die dan patenten overkopen bij bijvoorbeeld het overkopen van bedrijven. Mm-hmm. Dat ze een bedrijf kopen zodat ze patenten kunnen krijgen, ja, zodat niemand die technologie uit kan voeren omdat het concurreert met hun eigen technologie. Ja, en volgens mij dat ook gebruikt wordt als een soort portfolio. Dus dat als er dan strijd ontstaat tussen een ander bedrijf, dat ze ja online kunnen afspreken van ja, als ik die mag gebruiken, mag jij die gebruiken. Ja, en op die manier onder de tafel gehandeld wordt. Ja. Ja, dus voor grote bedrijven natuurlijk super interessant. Maar voor een kleine uitvinder, dan is dat een heel stuk lastiger. Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen dat inderdaad mensen, voornamelijk in een wereld waar technologie zoveel meer toegankelijk wordt, kennis zoveel meer openbaar wordt, dat je niet zit te wachten op een bedrijf wat een heel klein dingetje vastlegt, waardoor je 20 jaar niks meer kan doen in die sfeer. En patenten worden in de medische wereld natuurlijk ook heel veel gebruikt. Ja. Dus ja, maar zit daar veel makers in de medische kant? Er zit gewoon geldwolven in. Ah, ja, die op heel slimme manier gebruik maken van die patenten. Dus ja, dan hebben ze medicijnen en dan gaan ze een heel klein beetje aan sleutelen, zodat het net niet hetzelfde is. En ja, dan vragen ze weer 20 jaar patent aan. Ja, maar dat heeft ze een beetje ook met dat fentanyl, toch? Voor mij is het fentanyl of zo. Daarbij hoeven ze maar een heel klein dingetje van de samenstelling aan te passen. En dan kunnen ze het weer opnieuw op de markt brengen. Ja. Zodat je kan wel zeggen, ja, dat mag niet. Maar dan passen ze het weer aan, dan brengen ze het opnieuw op de markt. Ja. Dus het helemaal tegengaan van een bepaalde samenstelling van Het gemie. Ja, ik vind ook dat voor medicijnen zo wat andere regels moeten gelden. Ja. En dat jij het aanleerrecht krijgt voor 20 jaar zonder dat je hoeft aan te tonen hoeveel onderzoek je hebt gedaan. En wat ik zo meekrijg van de hele wereld is, ze zeggen van ja, we hebben heel veel tijd nodig voor research en bla bla bla. En dat kost heel veel geld. En daarom hebben we patenten nodig, want anders kunnen we niet overleven. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld kijkt ik wil niet, eigenlijk niet over corona hebben, maar als we kijken hoe de medicatie daarvoor ontwikkeld is. Het is allemaal door universiteiten en overheden is daar superveel geld in gestoken. En vervolgens zeggen farmabedrijven van, oh, wij kunnen dat wel gaan maken. Dus ja, wij gaan dan voor zorgen dat allemaal goedgekeurd wordt. Ik weet niet of ze specifiek voor dit geval dat wel of niet publiceren. Daar kun je ook nog ei overleggen. Mm-hmm. En vervolgens verdienen ze daar heel veel geld aan. Terwijl eigenlijk al het vooronderzoek is niet door hun gedaan, maar is door of overheid of universiteiten of bedrijven gedaan. Ja. Dus een heel argument van ja, we hebben het nodig om onze research te kunnen financieren. Ja, dat is eigenlijk een boel argument. Ja, en daarbij kun je stellen dat op zo'n moment misschien de vraag zou moeten komen, is dat waar de prioriteit moet liggen? Ja, dat is een heel andere ethische kwestie. Ja. Misschien als ze dat, ja, in mijn optiek had gewoon de overheden en dat soort bedrijven gewoon een betere deal moeten maken. Van ja, je mag wel produceren, maar jij krijgt het recht om te produceren. Jij krijgt niet het patent om daarmee aan de slag te gaan.
Maar dat hebben ze wel gekregen? Ja, volgens mij zijn alle initiatieven die bedacht zijn in eerste instantie wel. En volgens mij zijn er nou 1 of 2 varianten van medicatie die dan wel patentvrij zijn. Maar ja, de eerste medicaties waren allemaal met patenten geregeld. Ja. Ook al, ook al in degene van Oxford. Ik weet zo even niet welke daar precies uit kwam. Maar volgens mij zou die in eerste instantie inderdaad vrijgegeven worden aan de wereld. En vervolgens kwam Bill Gates langs. En die zei van, nou ja, dat moet je niet doen. Hè. We moeten er geld aan kunnen verdienen. Dus dat is dan, Bill Gates heeft daar een stokje voor gestoken. Jeetje, met gevolg dat medicijn dus niet vrij is. Terwijl op dat moment staat India en Afrika en wat andere van landen die wat verder van de pipeline zitten, zeg maar. Ja, die zaten te springen om een medicijn. Ja, ja deze tijd, voor mij is het laatste auteursrecht of eigendomsrecht in Nederland ook best oud. Ergens in de jaren 30 of 40 of zo vormgegeven. Ja. En daar is later wel iets van toegevoegd. Dus de heb je het dan software. Over auteursrecht van boeken of zo? Of nee, muziek, dan heb ik het over eigen. Ja, voor mij is het. Dus als het gaat over bijvoorbeeld, laten we het even een boek hebben of een kunstwerk benoemen. Ja. Dan is dit daar recht achter. Ja. En dan heb je het over bepaalde eigendom. Ja. Dus daar, maar daarin zijn een paar clausules nog bij opgenomen als het over tech gaat, dus over software. Ja. Hoe kun je software, wanneer valt het onder auteursrecht, ook al kun je bepaalde dingen niet patenteren of. Maar het is dermate een verouderde wet. Ja. Waardoor je. Er zijn heel veel dingen waar opnieuw naar gekeken moet worden om het passend te maken voor vandaag de dag. En waarmede dus ook dus dat patent, die situatie. Zou het een idee zijn om per sector te kijken op wat voor manier we daarmee omgaan? Maar nou gooi je patenten en auteursrecht door elkaar heen. Ja, nou goed, ik wil een beetje de vergelijking maken. Want ik weet wat meer over auteursrecht dan over patent. Ja, oké. Dus in de auteursrechten vandaag de dag hebben we het probleem dat heel veel, bijvoorbeeld conceptuele kunst, niet omschreven. Mm-hmm. Hoe ga je conceptuele kunst auteursrechtelijk vastleggen? Okay. Ja, dat kan eigenlijk niet. Ja. Want er is ook wettelijk gezien geen omschrijving van. Okay. Dus het is een heel achterstallig, er moet heel veel werk worden verricht om het een beetje tot het punt te brengen dat het weer up-to-date is voor de ontwikkelingen die in de afgelopen 90 jaar, 80 jaar plaats hebben gevonden. En voor boeken of voor muziek heb je wel dat jij tot de dood van de auteur plus 70 jaar volgens mij. Ja, dat varieert dus ook weer per land en per continent. Ook dat vind ik belachelijk land eigenlijk. Want dat de auteur daar iets van terug mag krijgen, prima. Mm. En volgens mij is auteursrecht ooit begonnen met 15 jaar of zoiets maximum. Ja, dat zou prima zijn. En door onder andere dat Disney steeds Mickey Mouse wil beschermen. Ja, er zijn steeds meer jaartjes bijgekomen. Ja, nu is het Paul McCartney volgens mij die heel erg ziet te pushen. De achteraan zit, ja hoor. Dus we moeten geen Disney-wet meer noemen, maar Paul McCartney-wet die zit te pushen. Maar dit was steeds langer gemaakt. Dus als jij historisch kijkt van wat beschikbaar is aan oude materiaal en wat nou nu nieuw beschikbaar komt, er komt steeds een groot gat van dingen tussen die eigenlijk niet meer beschikbaar zijn. Ja. En die worden dan beschermd door de huidige wet en die zijn nog niet vrijgegeven door de oude wet. Ja, precies. Ja, dus je loopt, want er is een punt inderdaad tot wanneer dingen in de public domain terechtkomen. Mm. En daarna, nu proberen ze dat steeds langer te rekken totdat dat gebeurt. Ja. Waardoor, ik vind het heel veel fijn om gebruik te kunnen. NASA, alles wat NASA gemaakt heeft, dat kun je gewoon gebruiken. Ja. Eigenlijk vind ik ook dat alles wat op NPO 1 en zo komt, dat ook maar openlijk voor iedereen moet. Ik bedoel, het is met staatssteun. Maar de uitdaging is dat ze ook best wel veel buitenlandse dingen inkopen van bijvoorbeeld BBC. Ja, dan krijg je daar weer. Ja, oké, dan wordt het alweer wat lastiger misschien. Ja. Eigen producties, prima, gelijk. Ja. Maar dat is één aspect van de piratenpartij. Dus dat copyright, dus patenten, meer patenten. Copyright, heel stuk beperkt wordt dan wat nu van toepassing zijn. En voor de hele medicatie vooral hebben ze ook een
ben ik de naam even kwijt. Maar dat je dat een soort in een patentpool geeft en dat je soort ja, met z'n allen bedenkt van oké, dit medicijn is belangrijk, dus daar steken we geld in. En dan wordt dan vanuit ja, een pot of gemeenschappelijke middelen betaald en wordt niet bepaald door een fabrikant of het wel of niet winstgevend is. Ja, ja precies. Ja, anders dan krijg je situaties waar er niet geïnvesteerd wordt in een bepaald medicijn, dat ze er toch niet genoeg aan kunnen verdienen. Ja, en dat gebeurt vaak genoeg volgens mij. Dus, ja. Ja, als je die horrorverhalen hoort in Amerika met insuline, dan... Jeetje. Ja, dan mag je blij zijn dat je hier in Europa woont. Ja, in die zin zeker, ja. Maar dat, op wat voor manier speelt... Wat probeert in de tijd dat jij dan actief was in de Piratenpartij... Ja. Wat probeerden ze op dat moment te implementeren? Wat was een nieuwe visie voor... Wat je net zei, dus patenten en auteursrecht. Bestuurlijk wouden ze hervormen. Dus we hebben nu ook een kabinet wat nieuw bestuurlijk gevormd zou moeten zijn. Nou, ik heb nog niks gezien waarvan ik zeg van, oh, dat is wel slim. En een insteek zou zijn dat de burger meer te zeggen heeft. En dat eigenlijk alles wat je als gemeente doet, dat meteen openbaar zou moeten zijn. Ja, meer transparantie in die zin. Ja. Dus dat jij iets moet wobben, zeg maar. Ja, dat principe is eigenlijk al... bijzonder dat het bestaat, want dan is er ergens over wat misgegaan, waardoor dat dan blijkbaar nodig is. Maar WOBBE, dat is dus de wet openbare bestuur. Ja. Het is dus eigenlijk dat je tegen de gemeente geeft of overheid van hey, ik weet dat het document bestaat, dat wil ik graag zien. Ja, en dan wacht je 8 maanden voordat je een reactie krijgt. Ja, dan krijg je pas wat de papiertjes terug, helemaal precies, volgelakt. Dat is heel raar dat gebeurt. Ja, want wat heeft, dat is misschien dan de vraag die stelt... Ja, wat heeft een gemeente dan te verbergen op zo'n moment? Loop ik waarschijnlijk al een beetje vooruit, maar ik zit natuurlijk met de wifi-procedure. Het is nog steeds niet afgerond in principe. Kun je even uitleggen wat dat inhoudt, de wifi-procedure? Dus ik heb in gemeente Enschede een klacht ingediend dat de wifi-tracking plaatsvindt. Dus als jij met je telefoon rondloopt in de stad, zoals wifi werkt, is als jij de telefoon aan hebt staan... zit steeds schreeuwen van hey, thuisnetwerk met die naam, ben jij hier? En wat voor netwerken er zitten? En als je dan een sensor in de stad hebt, kun je daar gewoon naar luisteren. En op die manier kun je dus voetgangers volgen. En gemeente Enschede heeft opdracht aan een partij gegeven om op die manier het aantal mensen in Enschede te tellen. Zodat gemeente Enschede kan zien hoeveel bezoekers er zijn. Ja. Alleen dat begint met de vastleg van oké, ik heb deze telefoon gezien, ik heb deze telefoon gezien en ik heb deze telefoon gezien. Dus in principe het bedrijf die dat allemaal uitvoert, kan een individu volgen van die is daar geweest en daar geweest en daar geweest. En ik vind dat een heel slechte zaak. Want? Het is inbreuk op je privacy. Niemand heeft te maken om te zien wanneer ik waar ben geweest. Ja. Het is gewoon principieel iets. Maar dan kunnen ze dus zien van mijn telefoon heeft een naam. Ja, het gaat op MAC-adres. Dus jouw wifi-chip heeft ook een soort serienummer, zeg maar. Ja. En dat serienummer kunnen ze steeds zien. Maar ze kunnen telkens wel zien dat het dezelfde telefoon is. Ja, precies. Ah, oké. En dan zeggen ze wel van ja, we doen wat slimme dingen met... versleutelen mag je niet eens noemen. Maar we doen wat slimme dingen zodat we mensen niet kunnen volgen. Maar wat ze in feite doen is dat ze het ene serienummer vervangen door een eigen variant van serienummer. Maar het is nog steeds net zo uniek. Dus het probleem zelf los je daar niet mee op. Nee. Maar dat betekent dus dat op het moment dat jij regelmatig in de stad komt in Enschede, dan weet de stad eigenlijk meteen... Ze weten niet wie het persoon aan zich is? Of kunnen ze dat wel achterhalen? Ja, dat is een beetje discussie. Okay. Dus stel dat jij op een heel rustig moment langs de camera woont en waar ook zo'n sensor hand, dan is het 1+1. Ja. Ja. Er hangen ook wel camera's in de stad. Even kijken, want dit is dus met autoriteit persoonsgegevens, waar ik de klacht heb ingediend. En die heeft een heel mooi rapport gemaakt en die heeft ook de database van de leverancier gekregen. Daar hebben ze analyse op uitgevoerd. Mm. En hebben ze een drietal personen uit kunnen vissen. Dus een persoon die in de winkel werkt, waar je heel mooi kunt zien van wanneer hij of zij een vrije dag heeft. Iemand die er woont waarschijnlijk.
En een nachtelijke wandelaar die iedere avond om 4 s'avonds een rondje maakt. Ja, als jij die wilt zien wie dat is, ja, moet je even op een goed moment op een bankje gaan zitten. En dan, ja, dan is het niet zo erg moeilijk. Nee. Dus ja, dan is een MAC-adres toch wel een persoonsgegevens. Ja. En dus ja, mag je dat niet zonder meer vastleggen. Dan moet je volgens de AVG moet je daar van tevoren toestemming geven. En het moet heel duidelijk zijn wat je ermee gaat doen. Ja, want nu hebben ze dus een boete van 6 ton gekregen. Ja. Omdat ze dus de persoonsgegevens in feite, de privacy schenden. Ja. Feiten. Wat hadden ze dan vanaf het begin beter kunnen doen? Een van de voorstellen die ik heb gedaan is dat ze op de access point zelf, dus op die sensor, niet doorgeven van ik heb die telefoon gezien, maar ik heb 3 telefoons gezien. Mm. Of ik heb 4 telefoons, of ja, hoeveel er maar is. Dus dan heb je meteen een totaalsom en ja, dan weet je niet wie is, of ja, dan weet je niet of Jantje voor de zoveelste tijd keert terugkomt, of dat soort gegevens allemaal. Met een beetje zoals dat klikken als mensen een museum binnenkomen, dan wordt er op zo'n teller geklikt van hey, ik heb zoveel dingetjes gezien. Kijk, zodra je dat soort dingen als totalen doorgeeft, ja, dan ben je eigenlijk alle individuele gegevens kwijt. Ja, ja, waarom is daar niet voor gekozen dan? Ja, dan moet je eigenlijk de leverancier vragen, niet aan mij. Ja, fair enough. Nee, maar het lijkt mij namelijk heel de voor de hand liggend dat dit probleem naar boven zou komen. Ik heb wel gesprek gehad met gemeente Enschede en ook wel in gesprek aangegeven van je kunt ook verkeersgegevens, want er zit lussen hier en daar in Enschede. Je kunt parkeergarage, hoe vol die zit, zou je kunnen zien. Ja. Maar dat was allemaal niet precies genoeg. En ja, wanneer het dan wel precies genoeg is, dat is me ook nog niet duidelijk. De reden waarom ze dit soort gegevens willen verzamelen is zodat ze kunnen aangeven hoeveel mensen er in de stad komen. Ja. En dat is dan gunstig voor bijvoorbeeld als er zo'n eet-evenement of een slageravond met muziek organiseren. Ja. Dat ze kunnen bijhouden hoeveel meer mensen de stad binnenkomen. Ja. En dan zien ze van, dat heeft zoveel rendement, levert dat op. Even heel plat gezegd. Ja, zoiets. Dus het is in feite is het de vraag van, een moment dat iemand aan mij vraagt, hey, wil jij cookies? Anders mag je niet op deze website komen. En ik wil heel graag op die website komen. Ja, dan misschien accepteer ik ze toch maar om naar die website te kunnen. Ja, maar in dit geval heb je die keuze niet. Niet eens. Nee, sterker nog, de meeste mensen weten het niet. Nee. En dan is ook nog eens de vraag, wat is het voordeel voor de mensen zelf? Want op het moment dat ik cookies accepteer, dan kan ik op zijn minst naar die website. Mm. Nu is het zo, er wordt gegeven informatie van mij. Kijk, als ik naar Facebook ga, dan weet ik, er wordt heel veel informatie van mij verzameld. Ook als ik Facebook verlaat. Maar in ruil daarvoor kan ik de vakantiefoto's van mensen bekijken. Ja. Ik bedoel, het scheelt wel echt een hele vervelende avond bij iemand op de bank zitten met een diaprojector. Zoals dat vroeger ging. Vroeger moest je dan een hele avond, was je kwijt aan vakantiefoto's kijken. Ja, precies. Oh, we hebben ook nog dia's van Creta. Maar goed. Ja, de essentie is eigenlijk van, iedereen wordt gevolgd zonder dat er van tevoren toestemming gevraagd wordt. Ja. Dat is één aspect. En een ander aspect is van, mag gemeente Enschede überhaupt deze gegevens, is dat belangrijk genoeg om de privacy van iedereen te overtreden? Ja. En op dit moment de boete is opgelegd, maar op dit moment ligt er nog steeds bij de AP, bij een soort interne commissie om te kijken of ze het volgens de regeltjes hebben gedaan. En daar heeft de gemeente ook al met de nodige advocaten en dat soort dingen naar gekeken. En volgens mij is daar ook al 2,5 ton of zo aan besteed. Zo. En het echte proces moet nog beginnen. Dus ja, ik ben heel benieuwd als het straks helemaal klaar is. Want ja, de eerste beroep moet daar nog komen. En dan kan het zo een jaar of 2 jaar duren. Ja, op het einde van de rit komt er natuurlijk ook van de advocaten een mooie rekening. Ik zie zomaar aankomen dat hetzelfde bedrag of misschien meer is dan de oorspronkelijke boete. Maar is het niet gewoon, want ik vraag me wel eens af. Eigenlijk is het een vraag die ik op een andere manier wil stellen. Waar dan wat ik aan mij afvraag later bij komt kijken. Overheid in ICT. Wat gaat daar nou fout? Ja. ze zitten wel met aanbestedingsprocedures en dergelijke. Dus wat ik wel heel grappig vind om te zien is, je hebt ook de corona melder en de corona scanner. En
Ja, je hebt De QR ja, de check en dat soort dingen. Maar je hebt ook nog daarvoor staat een app dat je als wij bij elkaar zaten en ik kreeg corona, dat jij kon zien dat ik een melding had. Ja, dat ging dan via Bluetooth of zo. Ja, klopt. Ja. Dus ja, ik vond het interessant om te weten hoe dat zit. Dus daar heb ik ook tijdens Googbot een app gemaakt die op zo'n Raspberry Pi draaide. En dan kon je zien van hoeveel mensen met die telefoon in de buurt was zat. Dus dat was wel leuk. Maar privacy technisch zit dat wel goed in elkaar. Ja. En omdat ze... Want ik dacht dat daar echt ook nee, wel... Nee. Dat is echt... staat op YouTube. Okay. Dus ik heb al tekst en uitleg gegeven en heb ook een paar van de makers gevraagd van ja, hoe zit dat dan precies? Ja. Dan hebben we een soort webinar of hoe je het noemen wilt, over gehouden van ja, hoe werkt de techniek? Mensen konden vragen stellen hoe het dan in elkaar zat. Dus privacy technisch gezien zat het protocol wel goed in elkaar, vond ik zelf. Okay. En de app zelf, omdat het allemaal met stormend kokend heet water moest gebeuren, had je dus eerst, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, dat bedrijven zich konden presenteren om die app te bouwen. Ja. Nou, dat was iedereen had chips erbij en popcorn en dat was voor de ICT'ers best wel een feest om te zien. Maar inhoudelijk heel bedroevend. Want? Wat daar gepresenteerd was, was van tevoren werd wel gesteld van het moest open source zijn. Moest veilig zijn. Ja, werden een aantal eisen aangesteld. En als je dan heel kritisch naar de partijen kijkt die dan toen een presentatie kon geven. Volgens mij was van de iets van 10 partijen. En 2 partijen die hadden inderdaad een open source project. Maar die hadden gewoon copy-paste van een ander project gedaan. Waarvan ook nog eentje toevallig een database erin had zitten, wat er niet in hoorde. Het is gewoon Stack Overflow, copy-paste. Ja, kind of. Ja. Dus puur vanuit ICT-technisch perspectief was dat een beetje een drama om te zien. Maar kregen ze er niet ook gewoon geld voor om dat te pitchen? Of was dat... Ja, nou, ik weet niet of ze geld hebben gekregen om te pitchen, maar ja, uiteindelijk zat daar wel een commercieel belang achter. Ja, tuurlijk. Ja. En de overheid heeft toen bedacht van shit, dit is geen goede manier. Hij kreeg heel veel commentaar van allerlei mensen. En toen heeft de overheid tegen die mensen gezegd, nou, als jullie beter weten, nou, kom maar met een voorstel. Mm. En ja, zo zijn een beetje de ICT'ers die dan wel een goede achtergrond heeft en met open source bekend zijn. Ja. Die zijn een beetje de overheid ingestroomd. En ja, een aantal mensen van de een aantal hackerspaces die ik ken, die werken nu voor de overheid. Mm. En onder andere voor die applicaties. Dus daar heb ik ook wel vertrouwen in. Dat de mensen zijn die ook kritisch zijn en af en toe op de rem trappen op het moment dat het de verkeerde kant op gaat. Ja, want en wat ik vaak hoor is dat de overheid een nieuw ding voor de politie bedacht heeft en dat kost dan zoveel en het gaat dan 3 keer over de kop voordat het een keer geleverd wordt en nog steeds niet voldoet aan de eisen. Ja. Allemaal ICT-drama's. En ik vraag me wel eens af, als je dat weet, dat zo gaat en dat het eigenlijk geen probleem oplevert, dan wil ik ook wel zo'n programma schrijven, even heel plat te zeggen. Nee, maar volgens mij wat er met dat soort projecten vooral gebeurt is, overheid is verplicht om een aanbesteding te schrijven. Dan moet je beschrijven wat er allemaal in zit qua functionaliteit en dat soort dingen. En die manier van ontwikkelen, dat noemen ze dan de waterfall methode, is eigenlijk een heel ouderwetse manier van ontwikkelen. Want dan ga jij van tevoren allemaal bedenken wat jij nodig hebt. Vervolgens ga je dat maken. Daar ben je dan 2 jaar mee bezig. Noem maar wat. En vervolgens lever je dat op naar de eindgebruikers. En de eindgebruikers zegt van ja, maar dit hadden we niet bedoeld. En vooral de commerciële makers kan dan zeggen. Oh, nou, dat is niet erg hoor. Geef maar meer uurtjes wat je dan moet betalen. En dan maken we wel een nieuw product. En tegenwoordig heb je meer de agile manier van ontwikkelen. Dus daar lever je heel snel kleine producten op. Ja. En dan ga je steeds een heel klein stapje verder. En iedere keer, dan heb je het over periodes van weken of hoger de maand, dat je een onderdeeltje aanpakt, dat ontwikkelt, naar de eindgebruiker doet. Eindgebruiker kan dan meteen feedback geven. Ja, en dan komt dan meteen weer terug. En dan krijg je een heel andere dynamiek met het ontwikkelen zelf, zeg maar. Ja, ja, want is het niet, zou het niet beter zijn of handiger zijn als er wat... ook wat meer kennis in de overheid zelf aanwezig was voor dit soort technische... Absoluut. Nog steeds. Waarom is dat er niet? Misschien disinteresse vanuit de ICT. Kijk, als de ICT zelf?
Nou ja, als je goede ICT'er bent of je hebt verstand van, dan kun je in het bedrijfsleven meer verdienen dan bij de overheid. Ja, dat is meestal zo, toch? Ja. Dus dat helpt niet. En misschien dat als jij in een ambtelijke molen zit, als je dan een keer wat wil veranderen of zo. Ja, dat gaat natuurlijk super traag en moeizaam en dat soort dingen. Ja, ik denk wel dat heel veel mensen zeggen van ja, leuk en aardig, maar... Een gezinnen? Nee, dat duurt met de land of de, ja, dat schiet niet op. Doe wel wat anders. Ja, er wordt al wel eens geroepen dat er inderdaad een soort van ministerie van technologie of van... Nou ja, in ieder geval een minister van digitale zaken zou zoiets moeten zijn. Ja, precies. Maar dat is het dus niet. En is nou wel een, niet een minister, maar een staatssecretaris. Maar die is meer bestuurlijk bezig, zeg maar, en niet vakinhoudelijk bezig. Dus een minister die er verstand van heeft en ook misschien een ministerie op de vingers kan tikken op het moment dat het misgaat of wat zeggenschap over heeft. Ik denk dat een heel verstandige zaak zou zijn. Ja, is het niet een idee om die hackerspaces die door Nederland verspreid zijn, die wat meer ook gewoon in contact te brengen daarmee, ja, geven? Dus er werken al wat hackers voor ministeries. Dus voor die corona-app en dergelijke. Ja, maar die zijn dan echt om die app te ontwikkelen. Ja, maar het is wel een goed begin. Ja, zeker. Ja, ja. Dus er zijn de mensen wel die open source kennen en al die nieuwe technieken van ontwikkelen kennen. Wat ik ervan hoor is dat ook de overheid prettig verrast zijn van wat dit allemaal brengt. En zo van, dat gaat wel heel goed. Misschien moeten we dat vaker op deze manier doen. In plaats van alles voor vastleggen. Gedaan. En op die manier. Er zijn in Nederland een paar leveranciers die aan overheden levert. Misschien moeten je dat soort mensen wat minder vaak uitnodigen. Ja. En wat meer open doen of meer met zelfstandigen werken die snel kunnen schakelen, zeg maar. Ja, in mijn beleving was de reden om zo'n corona-app niet te downloaden of niet mee te doen aan dat soort spul op mijn telefoon, was juist ook heel erg die insteek van... Dus in mijn achterhoofd heb ik altijd dat stemmetje van, ja, je hebt toch niks te verbergen, dus doe dat nou maar gewoon. Terwijl aan de andere kant denk ik van ja, is leuk en aardig, maar... Ik heb geen idee waar ze straks op gaan toetsen met de volgende... Dan had je toch die webcast van mij moeten zien om te weten hoe het in elkaar zit. En dan was je misschien wel overtuigd geraakt. Ja? Ja, misschien wel. Ja, nee, maar goed, ik heb hem niet meegekregen. Ik denk wel van ik weet niet of ik... Ik heb nu misschien niks om bang voor te zijn. Maar misschien over een jaar... Ze zijn ook met die manier van hoe die QR-codes geïmplementeerd werden. Eerst werd gezegd, we gaan geen onderscheid maken. Toen gingen ze het toch maar doen. Ja, maar en nu ineens, op een zaterdagmiddag, is iedereen vergeten dat corona bestond. Ja. Dus het is heel raar. Nou lopen twee discussies door elkaar heen, wat heel erg voor de hand ligt natuurlijk. Maar dan heb je een politieke discussie en een technische discussie. Oké, vertel. En een technische discussie is van hoe de QR-code en hoe de app technisch werkt, zeg maar. En de politieke discussie is van, gaan we alle regels afschaffen? Of gaan we naar wat noemen ze dat ook weer? Dat je 2G, 1G, ja, 3G, precies, dat soort dingen. Dat je daar naartoe gaat en wat zijn de spelregels? Ja, dat laatste is gewoon politiek. Dat heeft heel zwart-wit gezegd, niks met de techniek te maken. Ja, maar in mijn beleving, overheid ICT, niet zo'n goede track record... Normaal zou ik helemaal met je eens zijn, maar voor die corona-applicaties, ik zit misschien wat dichterbij. Ja. Ik weet dat het gewoon goed in elkaar zit. En ook qua achterkant, qua QR-codes en wat er opgeslagen wordt, of juist niet opgeslagen wordt, dat zit wel solide in elkaar. Ja, want waar ik bang voor was dat je straks zo'n situatie krijgt van... je geeft heel veel informatie, want dat is nu oké. En dan straks gaan ze de parameters aanpassen of zeggen van oké. Ja, dus een beetje... maar volgens mij wat uiteindelijk wat opgeslagen is heel erg minimaal. Nee, het gaat mij veel meer om ook het principe. Ik kan vandaag correct zijn in mijn statements en mijn opvattingen vanuit het perspectief van de overheid. Ja. Morgen verandert de overheid zijn opvattingen over mijn opvattingen. En dan ben ik ineens crimineel of op die manier. Ja. En daar zit naar mijn beleving het grote gevaar in. Er zijn heel veel mensen die het allemaal niet zo erg vinden. En die moet maar van het internet gehaald worden. Want die denken verkeerd of ze hebben een verkeerde opinie. Ja. En dat is leuk en aardig. Totdat ze
voor jou komen. Ja. Dus nee, maar ik vind om mensen, gewoon principieel gezien, om mensen de mond te stoeren, zeg maar. Dat is niet helemaal de goede manier van doen. Dus als jij, als ze onwaarheden zeggen, ja, de manier om dat op te lossen is niet door hem de mond te snoeren, maar door meer waarheden te zeggen of te laten zien dat hij een beetje zit te liegen, zeg maar. Ja, hoe kijk je dan naar die situatie met Twitter bijvoorbeeld? Met? Twitter. Waar bijvoorbeeld Donald Trump van Twitter gegooid wordt en dan, terwijl die president van Amerika is. Ja, dat is wel interessant, want Twitter is op zich, als je wat we bekijken, gewoon een commercieel bedrijf. Ja. En ja, een bedrijf mag doen en laten wat hij wil. Een bedrijf zoals Twitter heeft geen verplichtingen af te leggen om dat iemand op Twitter moet kunnen komen. Ja. En nog last daarvan, als Donald iets zegt op Twitter, heb ik niet de verplichting om daarnaar te luisteren. Nee. Zij mag schreeuwen en doen en laten wat je wil, maar dat geeft mij geen verplichting om te luisteren naar hem. Nee, maar goed, dat is überhaupt toch, je kiest er toch voor om naar iemand te luisteren. Maar soms wordt het wel heel opdringerig en moet je heel goed je best doen om niet te luisteren. Zeg maar. Ja, maar dat komt ook omdat wij in Nederland het ook heel interessant vonden om ernaar te luisteren. Ja. Voornamelijk vanuit een mediaperspectief. Ja. Ja, maar waar ik wel denk van ja, het moment dat een president een platform verkiest als communicatieplatform, methodiek, dan, nou ja, ten eerste zou ik bij mezelf denken van, ongeacht of je het met hem eens bent of niet eens bent, het is een enorme verschuiving van communicatie. Ja. Hij is de eerste president die op die manier social media gebruikte. Mm. En dan, dus dat is toch wel iets waar je als platform heel, je kan er blij zijn mee zijn of niet. Maar je kan er ook heel goed gebruik van maken, denk ik dan. Ja. Om dan te zeggen van, nou, dan gaan we. Ja, ik vind het überhaupt al heel raar dat er soort van vanuit zo'n bedrijf. Tuurlijk, als iemand kinderporno gaat posten, dan kik je die er vanaf. Ja. Maar Donald maakt ook wel heel bond dat hij had geclaimd dat hij heeft gewonnen en okay. Dat soort dingen allemaal. Ja, dan zit je gewoon onwaarheden te verkondigen. Ja, maar de vraag is. Is dat de oplossing om zo iemand vanaf te gooien? Nee, het antwoord. In mijn optiek zou de oplossing dan zijn meer informatie aanbieden waar de waarheid dan wel uit blijkt. Dan moet je als persoon natuurlijk wel de moeite doen om ook die informatie op te zoeken en tot je te nemen, zeg maar. Ja, want is het niet op een gegeven moment dat je als burger bijvoorbeeld. Er is veel te veel informatie om nog op de hoogte te blijven. Dat is niet makkelijk. Want wat je nu allemaal. Jij hebt een talk gegeven over hoe dat zat met de corona-apps en zo. Mm. Ik heb hem niet meegekregen. Ja. Maar ja, ik heb ook maar zoveel tijd natuurlijk om aan YouTube-video's en podcasts te luisteren. Kijk, en zo. Ik snap dat wel. Kijk, als jij wat hoort, je gaat niet voor elk bericht heel internet afstruinen om te kijken of het wel of niet waar is. En dan maar de vraag of daar de waarheid te vinden is. Ja, dus wat je kunt doen is een beetje uitbesteden aan media waarvan je weet dat ze goed bekend staan en dat ze niet zomaar wat aan elkaar flansen. Ja. En dat je daarvan uitgaat en dat je daar een beetje vertrouwen in hebt. En welke media dat dan is, daar zou je dan een beetje kritisch in moeten zijn in mijn optiek. Ja, ik krijg wel een beetje het idee dat, zoals 2014 hadden we de inval van de Krim door Poetin. Ja. Waarbij Vladislav Surkov, een adviseur van hem, een artikels of een fictief verhaal schrijft van een kinderblad over de non-lineaire oorlogsvoering. Okay. Waarbij het dus de obscuurheid van de realiteit, dus de vraag is iets nou daadwerkelijk gebeurd of niet? Ja. En je gaat alle kanten van het verhaal ga je zeggen dat het waar is, mm-hmm. waardoor niemand meer weet wat het nou waar is. Maar dan zie je nou toch ook met Oekraïne die. Ja, maar dat is dus precies wat er. Rusland die van alles beweert en godzijdank dat we Bellingcat hebben en een paar meer van dat soort kritische media die gewoon uitzoeken tot op bodem. Wat is dan wel of niet waar? En dat dan ook zeggen van, dit is niet waar om die en die reden. Ja. Dus je moet er wel kunnen onderbouwen als media van waarom iets niet waar is of waarom dat je denkt dat het zo is. En niet zeggen van, het is zo omdat ik zeg dat het zo is. Nee, maar goed, ik bedoel, we hebben het nu natuurlijk over, we benaderen nu dus eigenlijk een beetje de tech vanuit een sociale invalshoek, als we het daarover hebben. Mm. Als je naar een social platform gaat kijken waarin
het heel erg de vraag is van wie mag wat zeggen waar en op wat voor manier, dan kom je ook heel erg bij het punt van de vrijheid om iets te kiezen. Dus als ik op die cookies klik, dan is het een vrije keuze, omdat ik zou weten wat dat precies inhoudt. De vraag is, ben ik daar ook daadwerkelijk goed genoeg van op de hoogte? Want mijn kennis over cookies gaat eigenlijk terug van het begin van cookies. Ja. Dus dat is één ding. Maar dus het moment dat ik ja zeg tegen een Facebook, ik wil meedoen met Facebook. Ja. De vraag is, heb ik een idee waar ik echt aan begin? Ja, waarschijnlijk niet, want ik denk niet dat je alle kleine lettertjes hebt gelezen. Maar zelfs als ik ze lees, voor mij begrijp ik nog steeds niet wat het inhoudt. Dus de vraag is eigenlijk een beetje, kunnen normale mensen ook het gebruik maken van de technologie tegenwoordig? Ja, ik denk van wel, maar je zult wel moeite moeten doen. En als jij wil weten wat de kleine lettertjes is van Facebook, ik heb wel een keer doorheen gebladerd, maar ook redelijk snel afgehaakt wat dat betreft. En dat geldt voor al die diensten. Er zijn zoveel regeltjes. Ja, op een gegeven moment moet je maar op vertrouwen dat het goed is. En hopen dat er genoeg regeltjes zijn die voorkomen dat er misbruik van gemaakt wordt. Maar zoals de AVG en de AP en dat soort dingen. En gelukkig gaat dat nou weer heel langzaam de goede kant op. Dus ik zie daar wel ontwikkelingen dat iedereen de privacy kwijt is, was. Dat weer langzaam terugkomt door bijvoorbeeld de AVG en Europese wetgeving. Wat is de AVG? Wat staat daarvoor? Algemene verwerkingsgegevens? In ieder geval de nieuwe privacywet. Oké, dat is wel een invalshoek. Die privacy is echt een manier om toch dat soort bedrijven beetje... Uiteindelijk is het gewoon wetgeving. Ja, maar ik bedoel, de privacy als concept is wel de invalshoek waarop je nog een beetje grip krijgt op dat soort zaken. Want als je dat niet had, hoe kun je dan nog een Facebook zeggen, maar dat mag wel of dat mag niet. Nee. Zonder daadwerkelijk vanuit de overheid wetten toe te gaan passen op één specifiek bedrijf. Even kijken. Dan ben je even kwijt. Oké, maar het is namelijk, wat ik denk is, privacy, ik ben aan de ene kant vind ik privacy een beetje een... Ja, als iemand op straat loopt en ik maak een foto en diegene staat erop. Mm. Ja, ga die foto niet verwijderen, weet je? Nee. Er kan iemand wel van je verwachten. En er zijn ook wel regels voor wat wel, wat niet. Wat je met je foto doet natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Maar dan vanuit een artistiek invalspunt denk ik... Ja, ik kan een camera buiten aan mijn gevel hangen die om mijn deur gericht is. En als er iemand bij mijn deur gaat staan, dan kies je ervoor om daar te staan. Weet hij niet dat er een camera hangt misschien. Nee. Maar... dus dan heel erg de vraag van, mag ik vanuit een kunstenaars invalshoek doen met het materiaal wat ik doe? Dat is mijn deur. Dat weet ik niet. Dus volgens AVG mag je ook al staat hij bij iemand bij jou voor de deur, geef jou nog niet het recht om het dan maar online te gooien en te publiceren en dat soort dingen allemaal. Nee, dus maar hoe zit het dan met al die webcams wereldwijd, van bijvoorbeeld Times Square? Dat is een goede vraag. Want bedoel, in mijn optiek, zolang dat iemand niet herkenbaar is, prima. Maar als je wel, die resolutie was steeds hoger en je hebt tegenwoordig ook heel veel gezichtsherkenningssoftware. Ja, dan begint langzaam ook te komen dat daar verbod op komt. En dat wel gezien wordt als een slechte technologische ontwikkeling. Zolang dat iemand niet herkenbaar is, ja prima. Of ja, liever niet, maar gaat vooral om dat je mensen niet individueel kunt volgen, zeg maar. Ja. En bijvoorbeeld, Londen is volgens mij zo'n plek waar de meeste camera's vierkante meter. Ja. Ja, volgens mij kun je daar iemand van deur tot deur volgen via allerlei camera's. Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat het niet gebeurt. Nee. En volgens mij zijn daar ook wel verhalen bekend van dat bewakers een leuke dame volgen, gewoon voor de lol. Dat is echt wel een overtreding van de privacyregels dan. Ja, maar dan is het heel erg de vraag van wie gaat de klok luiden op zo'n moment? Niet de bewaker zelf. Nee, niet de bewaker zelf. Nee. Maar wie kijkt mee met de bewaker? Ja. Ja, niemand. Who watch the watcher? Right? Ja, precies. Ja. Vooral dat privacy stukje. We hebben natuurlijk altijd heel erg over dat Facebook. En als het over privacy ging, dan ging het al snel over Facebook en dat soort dingen. Ik denk van... ik vind het heel fijn hoor om terug te kunnen kijken, 10 jaar terug. En dat ik dan af en toe van Facebook een melding krijg van wat er ooit gebeurd is. Want ik was het eigenlijk al vergeten. Maar aan de andere kant, het is ook wel weer
Ja, ik heb geen idee wie er meekijkt. Nee. Ik kan dingen wel private zetten en zo. Maar ja, vanuit een zakelijke invalshoek is het eigenlijk ook wel interessant om zoveel mogelijk toegankelijk te maken. Dat mensen je werk zien en dingen. En het is bijna zo van LinkedIn kant. Ja, het ligt een beetje aan wat je erop zet. Kijk, ik gebruik Facebook als een soort, ja, niet eens als verlender. Dus van de 10 Twitter dingen die ik post, post ik af en toe eentje op Facebook. En dat is mijn Facebook interactie. En ja, en ik volg wat clubjes die af en toe evenementen hebben. En dat is mijn Facebook interactie, om zo maar te zeggen. Ja. Dus ik probeer dat ook wel bewust te minimaliseren. Ja. Maar is er een manier of een plek of een wijze waarop wij als een beetje tech leken, toch nog soort van goed genoeg onderwezen kunnen zijn van waar we aan beginnen op het moment dat het internet opgaan? Want moment dat ik naar zo'n pagina ga, dan heb ik dus eigenlijk geen flauw idee van wat de consequenties gaan zijn op lange termijn. Want mijn foto's die ik dus, dat is het hele dingetje met, als ik op een foto maak van mijn eigen voordeur en iemand staat erbij of een video maak, dan mag ik daar niks mee. Maar op het moment dat ik het op Facebook post, dan is het eigendom van Facebook en dan mag Facebook daarmee doen wat hij wil. Ja, volgens mij klopt dat niet helemaal. Nou, volgens mij was het zo dat ze mensen, of dat ze foto's gebruikten voor promo dingetjes en die mensen er zelf op hadden geplaatst. Dat weet ik zo niet. Ik kan me herinneren dat het zoiets was. Misschien is het niet waar, hoor. Ik wil niet degene zijn die zo'n post maakt met, als je dit nu post, dan mag Facebook dat zo. Verschrikkelijk. Maar ik denk dat namelijk Facebook is misschien een van de makkelijkste invalshoeken, omdat daar zoveel over gesproken wordt. Maar privacy in het algemeen, ja, we hadden het net eens over wat je te verbergen hebt. Mm. De overheid kan het een. Ja, kijk maar naar Rusland, communisme. Ja, een moment maar is de overheid kent jou wel. Dus voor de overheid ben jij heel erg transparant wat dat betreft. Ja, kent de overheid mij? In ieder geval jouw bankrekeninggegevens en de Belastingdienst weet het in handen van je. Ja, dat is ook wel raar. Misschien niet welk boek je leest die je naast je bed hebt liggen. Of nee, maar openbare bibliotheek. Ja, nou ja. Wordt die informatie doorgestuurd? Nee. Als goed is niet. Ja. Dus je moet heel veel vertrouwen hebben dat alles goed zit. Ja, dat geldt voor alles wat je doet. Ja. En dat soort dingen is ook moeilijk te controleren. Ja. Dus heel extreem gesteld. Volgens mij zelfs in Amerika was er op een gegeven moment wel dat de FBI of een van de drieletterige geheime diensten toegang wil hebben tot dat soort gegevens. En ja, maar als je naar Snowden en zo kijkt, die luistert toch ook iedereen af. NSA en zo. Ja. Dat, je moet vanuit gaan dat soort partijen meer van je weten wat je zou verwachten, zeg maar. Ja, ik had altijd het idee inderdaad dat er wel een IVD foldertje van mij ergens rond zou slingeren. Ja, misschien is dat wel zo. Ja. Misschien volgens standaard alle kunstenaars, omdat ze toch. Ja, die zijn meestal de eerste die lul zijn als de genocides plaats gaan vinden. Dus ze willen weten waar ze wonen, dan kunnen ze snel oppakken. En een shortlist. Ja, precies. Nou, dan wil een shortlist zijn waar ik niet op wil staan. Kijk, ik ben actief in hackerskringen, om zo maar te zeggen. Ja, precies. Dus ik heb ook wel in de buurt gestaan van mensen die dan wat beroemder zijn op dat gebied. Ja, ik zou me niks verbazen dat alleen daarom dat ik ergens in het dossier toch wel semi in de gaten gehouden word. Ja, Six Degrees to Kevin Bacon. Ja, zoiets. Ja. 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 Heet je. Ja, want je hebt ook wel gezegd, ik heb niks te verbergen is geen argument om privacy achter je te laten. Nee. Wat heb jij te verbergen dan? Voor alles. Meer vertel ik er niet over. Nee, oké, fair enough. Nee, maar je gaf wel aan van het. Dat moet ieder voor zich bedenken. Ja. Kijk, en iedereen heeft zijn eigen comfortzone, zeg maar. En ja, een beetje luguber voorbeeld. Maar sommige mensen die hebben kanker overleefd en die zijn daar heel blij mee en trots mee. En vertelt dat aan iedereen die dat maar weten wil. Terwijl een andere persoon zegt van dat hoeft niet iedereen te weten. Dat wil ik juist een beetje geheim houden. Dus privacy uiteindelijk is ook wat je zelf wel en niet wil delen, maar die beslissing moet wel bij jezelf liggen. Ja. En niet de overheidsdienst die voor jou gaat bedenken van, oh, dat wilden we wel weten. Ja, heb je het idee dat de overheid te groot is misschien, in die zin? Vooral dat overheidsdiensten heel veel van je willen weten, omdat ze willen controleren of je het wel goed doet, zeg maar. En vooral als jij dan je uitkering krijgt of... Ja, dat is Enschede heel erg bekend mee, hè?
Ja, berucht. Berucht. Ja, ja, dat is best wel streng in zijn. Maar ook, dat je met ziekenzorgverzekering. Ik ben laatst, ja, zo weer een beetje lang geleden. Volgens mij dus een verzekeringsmaatschappij. Hun taak is niet om te beoordelen of je wel of niet ziek bent. Hun taak is dat jij je ziektekosten vergoed krijgt. Maar heel vaak is het zo dat ze bijvoorbeeld, als je bij een psychiater rondloopt, ja, dat je toch een soort, dan moet de psychiater aangeven van oké, ik heb deze behandeling gedaan. Alleen die behandelingscode wat ze dan moet geven is zo uniek, dat de verzekeringsmaatschappij eigenlijk kan concluderen, oh, die is om die reden bij de psycholoog geweest. Terwijl de verzekeringsmaatschappij heeft niks te maken met wat het gesprek tussen mij en de psycholoog is, heeft plaatsgevonden. Dat is confidence. Ja, ja. Dat is niet voor niks beroepsschijn. Dus ja, daar gaat het wel eens mis. Ja. Of dat als jij bepaalde bijslagen krijgt, dat de overheid wil controleren waarom jij die uitslag krijgt. En dat ze daar een beetje te ver door in slaan. Ja. En dat is een beetje, ja, dat ze niet vertrouwen op de mensen zelf. En dus maar doorslaan in het controleren. Waardoor het menselijk gezicht een beetje, ja, kwijtraakt, zeg maar. En waar komt die interesse van jou vandaan voor de privacy dan? Want je bent echt daar echt wel een passie voor. Ja, nee, ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen zijn eigen dingetjes wel of niet moet kunnen vertellen. En als ik iets voor mezelf wil houden, dat ik dat ook echt voor mezelf wil houden. En dat verder niemand mee te maken heeft. Ja. En als ik dan terugkijk van met de Commodore 64, daarna had je de Amiga. En in die tijd kwam ook encryptie en dergelijke voor het eerst op. Dus eigenlijk is het een beetje meer een technologische interesse, zeg maar. Toen was er nog vooral verhaal van dat Amerika was sterke encryptie ontwikkeld. En Amerika vond dat alleen Amerika dat mocht hebben en niet andere landen. Ja. En vervolgens is er PGP ontwikkeld. Dus dat is dus een encryptie wat voor iedereen dan beschikbaar zou zijn. En die mocht niet geëxporteerd worden, want dan zouden mensen in het geheim kunnen communiceren en dan kan de CIA niet meer luisteren. Ja, dat mag natuurlijk niet. Dus dat hebben ze dan volgens mij per fax vanuit Amerika naar Nederland, ergens in Europa gestuurd. En vervolgens zijn mensen hebben dat overgetypt, zodat ze de broncode hebben, zodat jij dan op die manier die software ook hier in Europa kon bouwen. En met de Amiga-versie die toen kwam, die heb ik dan ook ergens op internet gezet, zodat andere mensen daar weer konden downloaden. Maar dat is dus door een inside job geweest? Iemand die dat gefaxt heeft? Dat is allemaal wel legaal gedaan. Okay. Je mag de broncode niet exporteren. Ah, maar okay. Je mag wel een boek exporteren. Ja, op die manier. Ja, ja, tuurlijk. Dus dat was een beetje de loophole waar ze misbruik van hebben gemaakt. Ja, want als ik de encryptie, dan kun je natuurlijk ook over die crypto-telefoons van die criminelen en zo hebben tegenwoordig. Dat zijn ook hele dingen. Maar dan komt de overheid er wel weer in en dan rollen ze de boel op. Ja, maar meestal wat er gebeurt is dat de overheid of dat ergens een foutje wordt gemaakt, zodat ze de encryptie kunnen omzeilen, zeg maar. Ja. Dus dat ze, maar zo'n backdoor of zo. Ja, maar de encryptie zelf is meestal niet wat ze ongedaan maken, zeg maar. Nee. Dus ook op je telefoon met WhatsApp berichtjes bijvoorbeeld. Dan heb je end-to-end encryptie. Dus wat door de lucht heen gaat is versleuteld. Maar wat op je telefoon staat is niet versleuteld. Nee, want je kan het gewoon lezen. Ja. En in je telefoon moet dat ook kunnen lezen, want anders kun jij het zelf ook niet lezen. En wat ook heel vaak misgaat is, als jij die telefoon in de cloud backupt, dan gaan die berichtjes ook natuurlijk mee. En op die manier zou de politie toch jouw WhatsApp-berichtjes kunnen lezen. Ja, terwijl het is wel versleuteld, het zit wel goed in elkaar. Maar door verkeerd om te gaan met backups of dat soort dingen, kunnen mensen dan toch die berichtjes lezen. Ja, is dat dan de politie die soort van zegt van laat een boek drukken van je WhatsApp geschiedenis. Die dan zo zitten te harvesten om al die WhatsApp In dit geval zit je dan met iPhone zit je in de iCloud van Apple. En je kunt wel bij Apple aanvragen of voor een backup volgens mij. Maar dat is niet zo heel erg makkelijk. Nee. Dan moet je echt wel goed je best doen en er moet echt wel goede redenen zijn.
Om dan een backup te vragen, zeg maar. En die Onion Routers, Thor en zo. Dat is ook een door de overheid... Thor bedoel je, ja. Thor. Dat is ook een door de overheid vervaardigd... Safety Niels, volgens mij. Dus door de groene beretten, volgens mij. Oké. Maar die... dat is ook gewoon iets wat iedereen kan gebruiken. Ja, klopt. Maar en sterker nog, die overheidsdiensten hebben er belang bij dat veel mensen dat gebruiken. Want? Want als zij de enige zijn die dat gebruiken, valt het meteen op. Oh, tuurlijk. Maar dan zijn wel weer dingen waar ze door ze heel veel problemen hebben om mensen op te sporen. Ja. Dus in zekere zin zitten ze zelf in een weg. Ja. Dat klopt. Dus ja, een beetje afhankelijk van wat hun wel of niet uitkomt, zijn ze voor of tegen encryptie. Ja. En de NSA bijvoorbeeld, daarvan is ook wel bekend dat ze voorstellen hebben gedaan voor encryptiestandaards waar dan niet echt een backdoor in zat, maar dat ze stukjes versleuteling deden op een manier dat misschien niet de slimste manier was, zodat ze zelf heel makkelijk weer terug konden coderen. En als je dat weet, ja, dan kun je heel snel een bericht toch weer decoderen. En als je dat niet weet, ja, dan weet je dat niet en valt dat niet op. En even kijken, dat is een crypto AG. Dat is een bedrijf geweest in Zwitserland. En daar zat de NSA in en de Duitse geheime dienst. En die verkochten crypto telefoons volgens mij, of telex dingen. En daar is ook twee versies van, de goede en de slechte, zeg maar. En de goede was echt versleuteld en dat kon je ook niet afluisteren. En de slechte kon je wel afluisteren. Dat kon je bij allebei wel, maar bij de ene kon je wel het bericht weer terug versleutelen en bij de andere niet. Ja, en die verkochten ze dan als het ware aan... Ja, aan iedereen die dat wou hebben. Dus en dan konden ze zelf kiezen, jij krijgt die type, jij krijgt dat type. En dan maar het land zelf die dus zo'n telefoon koopt, zeg maar. Die wist niet of die nou de goede of de slechte had. Oh jeetje. Dat werd allemaal online geregeld. Ja. Dus ook tussen landen is er dan heel erg privacy gedoe. Ja, vooral tussen de geheime diensten is het allemaal fair game, zoals ze dat noemen. Dus als ik iets kan decoderen of via een achterdeur naar binnen in kan gaan, ja, dan zullen ze het absoluut niet narazen. Nee. Heb je nu wel eens dat je nu over nadenkt en dat je denkt van ja, jeetje, als je, al die grote spelers en dan ben je dat ene nummertje. En eigenlijk doet het er niet zoveel toe, maar ja, liever dat ik niet meegenomen word. Of nee, maar niet toe doen is niet dat ik het wil downplayen, hoe belangrijk privacy of je eigen vrijheid daarin zou moeten zijn. Maar meer als in zijnde, dat ik, noem eens wat, heel erg verzot ben op synthesizers. Ja. Dat denk niet dat de IVD denkt van nou dat. Nee, maar als jij de overheid tegenover je krijgt te staan, dan moet je ook heel goed je best doen om dingen geheim te houden. Zeg maar. Ja, dat is waar. Dus dan zag je bij Snowdenwald, die ging daar extreem ver in. Nou, hoe kijk, hij moest ook wel. Hoe kijkt de overheid dan naar bijvoorbeeld hackerspaces? Want is dat niet ik denk dat ze dat op zich wel snappen wat daar gebeurt en dat wel goed bekend is, zeg maar. Maar ik kan me ook wel begrijpen dat soort van bron voor dissidenten kan zijn. Welke dissidenten dan? Nou ja, bedoel, dit zijn mensen die niet klakkeloos alles overnemen en accepteren. Ja, kritische burgers, ja. Nou, als er iets is wat de overheid niet zo. Nou, dan moet je maar tegen kunnen hoor. Dus, ja, dat vind jij. Ja. Dat is, als je, ik denk dat er veel overheden zijn die daar toch anders over denken. Ja, vooral gemeente Enschede en met een boete en dergelijke. Ja, precies. Ik bedoel. Als jij nu bij de gemeente aankomt kloppen met een subsidie voor Tukkerlab, krijg je die dan? Ja, het is gelukt, hè? Is het gelukt? Ja, ja, ja. Oké, okay, hey, we hebben nou een subsidiepot voor 3 jaar. Hey. Waarvan de eerste jaar voorbij is en we zitten nu in het tweede jaar. Ja. En dat is wel goed gegaan, wonderbaarlijk genoeg. Kon de AP niet nog een klein beetje doorsluizen van de 6 ton? Nee. Helaas krijg ik daar geen percentage van. Geen finishwoon? Nee, dat vind ik echt teleurstellend. Ja. Nee. Ik had wel gehoopt, maar nee. Nee. Maar misschien om af te sluiten. Findersloon, white hat hackers. Er zijn natuurlijk ook echt mensen die voor de Findersloon gaan. Ja. Die echt gaan proberen om te kijken van, hey, waar zit er een gevoeligheidje in de... Sterker nog, Nederland staat op die manier best wel goed bekend, internationaal gezien. Echt waar? Ja.
Op, hoe bedoel je dat? Nou ja, omdat Nederland voorop loopt qua internet en bandbreedte en dat soort dingen allemaal. Ja, zijn hier veel mensen die vroeg mee bekend geraakten. Dus er zijn veel ethische hackers in Nederland die best wel bijdragen aan internationale veiligheid. En één partij is de DIVD volgens mij, als ik het goed zeg. En dat is een soort vrijwillige brandweer op internet die als een lek zien gebeuren. En ze zien dat dat er vaker terugkomt. Ja, dan proberen ze wel de mensen op te sporen en daar wat mee te doen, zeg maar. Ja. En op die manier maken ze heel internet veiliger. Maar dat is echt een groepje jongens en meisjes die op het moment dat er een datalek of wat dan ook plaatsvindt, dat zij, op wat voor manier dragen ze daaraan bij? Op wat manier helpen ze daarin? Dus ben ik de naam weer kwijt. Maar er is redelijk recent een ransomware actie geweest die best wereldwijd belangrijk was. En een aantal Nederlandse onderzoekers hadden al een lek gevonden in software die uiteindelijk de ransomware gebruikte om binnen te komen. En die waren eigenlijk bezig om dat te patchen en te regelen dat dat weer veilig was. Maar een groep hackers hebben diezelfde lek gevonden. Ja, en die zijn daarmee aan de slag gegaan. En omdat de Nederlanders daarmee bezig waren, ja, zagen ze ineens van, hé, gebeuren nou allemaal gekke dingen daarmee. En die hebben heel snel aan het bel getrokken. Ja. Zodat mensen het systeem waar de lek in zat hebben uitgezet of van internet af hebben gehaald. Om te voorkomen dat het helemaal mis zou gaan. Ja, want als je ransomware, voor mij was het Almelo, gemeente Almelo die daarmee te maken had. Hof van Twente heeft daar Hof van Twente was dat, ja. Ja, dus dan vraag je toch af van, ja, waarom heb je niet een cold backup? Ja, dat is blijkbaar toch lastig. Maar dat is bedoeld... Backup terugzetten kost meestal ook veel tijd, hè? Ja, oké, maar het bedoel, het is goedkoper, denk ik, dan ransomware betalen. Soms. Niet zo, ja, het lijkt mij dat ze hoeveel terabytes hebben. Ja, maar het probleem is wel dat je daarmee de criminaliteit financiert. Ja, dus op het moment dat jij ransomware... Daarom zou je het eigenlijk niet willen betalen. Nee, maar ja... Maar ik kan me voorstellen, als je een heel groot bedrijf hebt en je hebt moeite met backups en je bent dan 2 of 3 weken buiten bedrijf, ja, dat kost ook geld. Ja. Ja, en ja, dan moet het bedrijf maar afwegen wat voor ons tegen is. Maar wat voor garantie heb je op het moment dat je betaald hebt dat die ransomware ook uit je systeem is? Volgens mij, wat ik van de mensen begrijp, is dat ze dat best wel goed geregeld hebben allemaal. Want ze wilden ook zo'n ransomware team wil een goede naam hebben. Dus als ze zeggen dat ze iets doen, dan doen ze dat ook. Echt waar. Het gaat ook echt om goede naam binnen bij Ja. Dat is een hele wereld apart wat dat betreft. Op het moment dat je... Service desk en noem allemaal op. Dus dat is echt heel bijzonder. Waar kan ik zo'n service desk vinden? Voel je ineens aangesproken? Nee. Ja, om te werken. Nee, maar het lijkt me wel interessant. Nee. Hoe gaat dat? Dan bel je daarnaar en dan... Ja, dat is een heel apart wereldje wat dat betreft. Wat voor wachtmuziek ze hebben. Vroeger had je van die codes. Als je een game had gedownload, gecrackt, een crack, dan had je zo'n schermpje. En dan had je ook altijd chiptune. Zoiets verwacht ik eigenlijk een beetje. 8-bit... Ik weet niet. Zou ik je vragen aan iemand die daar ervaring mee heeft? Dus, Hof van Twente bellen. Ja. Ja. Zeg, die ransomware, hè? Wat voor muziek zat daarbij? Hè? Ik verwacht dan gewoon zoiets. Maar misschien is het totaal anders. Ja, volgens mij gaat het allemaal via de chat en zo. Niet via de telefoon. We kunnen het voor mij uren nog hebben over allemaal dit soort dingen. Maar ik vind het wel echt een heel, heel leuke inzicht. Ook gewoon in een wereld waar ik toch niet zo thuis ben. Mm-hmm. En denk heel veel mensen. Maar wel ik elke dag gebruik van maak. Ja. En ik denk van ooit is dat begonnen. En ik heb misschien niet zo netjes bijgehouden wat er allemaal bij kon kijken. Ik heb ook moeite hoor. Maar ja, ik word ook een beetje ouder en grijzer, dus dat mag ook wel. Ja, maar het is ook een wereld. Je bent begonnen met een Commodore 64 Amiga. Ja. Dat is, wat is dat? 84? Ja, 82 zelfs. 82. Dan moet je nagaan, dan ben je al een tijdje bezig. Mm. 40 jaar, dan is er weer 40 jaar veel veranderd. Mm. Maar aan de andere kant, copy parties. En dan eigenlijk is ook heel weinig veranderd. Ja en nee. Kijk, je hebt wel dezelfde sfeer en dezelfde mensen die dan een beetje ouder zijn geworden.
Dus wat je wel hebt is van die hackerscampings, wat er 1 keer in 4 jaar in Nederland plaatsvindt. Ja, dat begon met allemaal pubers en dergelijke. Ja, en tegenwoordig hebben we een family village met kinderen en dat soort dingen erbij. Ja. Dus ja, kleine hackers worden ook gehoord. Ja. Met alles wat daarbij hoort. Dus ja, dat is op zich wel weer bijzonder om te zien. Maar wat, misschien als laatste, wat is dat? Hoe kunnen we dat? Want nu heb je dus een generatie opgeroepen met het internet. Hmm. Misschien helemaal de gevaren daarvan niet meteen zo snel herkend. Want ja, je kijkt toch gewoon naar een schermpje. Je zit toch gewoon YouTube-video's te kijken. Ja. Wordt daar actief wat aan gedaan om kinderen daar ook echt een beetje in te trainen? Om bijvoorbeeld te laten zien van, ah, dat is een website, klik daar maar niet op of zo? Nee, en wat is juist ontmoedigd volgens mij. Hoe bedoel je? Dus als jij in de klas zit en jij ziet ineens de broncode van de website. Dus toevallig heb ik vandaag een les hacken gegeven op school. Ja, dan leg je eerst uit wat een goede hacker is, een kwaaie hacker. En ja, dan bouw ik dat een beetje op, zeg maar. En op de school zelf mocht je niet de broncode van de HTML-pagina bekijken. En vervolgens deed je refresh, kon je alsnog zien. Dus een beetje rare beveiliging. Maar ja, dat soort dingen wordt dan ontmoedigd. Maar waarom? Waarom kun je de broncode niet bekijken? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de achterliggende gedachte daar is. Er zit toch een ICT'er daar ergens die zegt, nou, broncodes? Nee. Ja, waarschijnlijk hebben ze ergens een lijstje met allemaal vinkjes en ja, iets te veel vinkjes aangeklikt. Ja, ik kan eigenlijk geen goede reden bedenken. Nou, ik kan me herinneren, vroeger was het inderdaad zo dat je mag geen spelletjes op de computer doen van de school. Maar daar kon je zo makkelijk omheen. Mm. Omdat de mensen die daarmee bezig waren toch ook nog een bepaalde meer wel een beetje achterliepen. Ja. Nu is het... Maar hij is altijd kat en muis spel natuurlijk. Ja. Helemaal op zijn school. Hè. Heerlijk. Ik heb altijd een beetje medelijden met ICT wat dat betreft. Nou, dat ik weer op school zat. Met de kennis die ik nu heb. Hey Dave, dankjewel. Ja. Voor graag gedaan. Heel veel informatie. Maar ook wel, ja, ik voel me nu niet banger of zo. Nee. Daar was ik wel even bang voor. En, wees een keertje welkom bij Tuklab. En alleen maar heel tof. Ook voor alle andere kijkers. Ja, want waar kunnen we jullie vinden? We zitten tegenwoordig in Marktstede 98. Dus op de weg naar Boeklo heen. Dus het is helaas niet heel centraal. We zijn bijna iedere avond open. En op onze website kun je zien of we daadwerkelijk open zijn. En ja, mocht het een beetje laat 's avonds zijn, kun je altijd even bellen van hey, ik wil even langskomen, komt dat uit? Tot 3 uur 's nachts was het. Je kunt het proberen. Ik weet niet of we dan blij zijn, maar nee, soms loopt dat wel uit tot 3 uur. Dus laatst heb ik een keer tot 5 uur gemaakt. Dus, jeetje, wauw. Nou, ja. Tof. Dankjewel. Okay. Graag gedaan. Ik ga je wel hand geven als het mag. Ja. Ja. Zeker. Tof. Ja. Bedankt voor het luisteren naar Art Safari. Art Safari wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, gemeente Enschede, Stichting Villa de Bank en Stichting Bauerheim. Voor meer afleveringen ga naar www.artsafari.show en vergeet niet om te abonneren op ons YouTube-kanaal, waar alle afleveringen van Art Safari met video te beluisteren en te bekijken zijn. Tot de volgende keer!